Ze hebben er lang op moeten wachten, maar nu is het zover. Na jaren te hebben gewacht is vandaag de kaderopleiding van het Korps Penitentiaire Ambtenaren KPA gestart. Volgens Patricia Kaarsters, coördinator van de kaderopleiding, zullen 61 penitentiaire ambtenaren deelnemen aan deze opleiding. Kaarsters verwacht veel van de opleiding, echter zullen de cursisten hun beste beentje moeten voortzetten om de eindstreep te halen. Deze mannen, de penitentiaire ambtenaren eerste klasse, een opleiding volgen en daarna, als ze het met succes hebben afgerond, worden ze bevorderd tot adjunct hoofdpenitentiaire ambtenaar. Ze worden dus onderofficier. De opleiding duurt 10 maanden, waarvan 8 theoretisch en praktisch, dat praktisch gedeelte. En ze hebben 1 maand stage en de 10e maand is om te werken aan hun stageverslag. Ze hebben wel een beetje lang gewacht. Maar nu is alles in place en we gaan ervoor. En wat volgt in principe na zo'n kaderopleiding? Na deze kaderopleiding volgt er een officierenopleiding. Als deze mannen, ik denk dat als ze de kaderopleiding met succes hebben afgerond, dan kunnen ze toegelaten worden tot de officierenopleiding. Cursus Leo Misikaba vond de eerste dag enerverend. Hij verwacht samen met de andere cursisten de opleiding met succes af te ronden. Dit zal hun op een leidinggevend niveau brengen. Het is volgens Misikaba een lang verwachte stap. 4 jaar gewacht, maar er zijn anderen die langer hebben gewacht. Omdat er 3 lichtingen zijn die vandaag starten met de kaderopleiding. Dus anderen hebben zeker 8 of 9 jaar gewacht. KPA is een grote organisatie. Maar de formatie heeft dan altijd een rol gespeeld. Maar met de komst van het nieuwe diensthoofd, meneer Blijt, heeft hij bewerkstelligd dat die op de een of andere manier opengebroken is geworden, de formatie. We gaan ervoor, met God aan onze zijde, want hij moet onze kracht geven, wijsheid, kennis en inzicht. En we gaan het succesvol afronden, we gaan ons voor 100% inzetten, zoals het diensthoofd heeft gezegd. En meneer de baas zet je gewoon 100% in. En dat gaan we doen. Dus we zijn bij voorbaat al geslaagd hoor. Leo Misikaba, een van de 61 cursisten die de kaderopleiding van het Korps Penitentiaire Ambtenaren KPA volgt. Hij sprak vanmorgen na de start van de opleiding op het terrein van het opleidingscentrum van het Korps te Welgedacht A.